Dank u. Ik ga een liedje doen over een complex dat ik heb geconstateerd bij elke vrouw die ik ooit heb gekend in heel mijn leven. Al mijn inspiratie heb ik te danken aan vrouwen, dus ik kan het niet ontkennen. Het gaat over een complex. En als ik één ding heb geleerd over vrouwen, dames en heren, dan is het wel dit. Vrouwen hebben het echt niet gemakkelijk. Mannen hebben het nog veel moeilijker natuurlijk. Maar je zit pas echt in de shit als je niet weet tot welke groep dat je behoort. En zo zijn er ook mensen. Hè? Enrika. Ze ook waren qua temperament. Geen een van al was over haar boezem content. De een vindt ze te groot, de ander veel te klein. Die met de kleine wil dat ze groter zijn. Die met de grote denkt dat waren ze maar klein. Het lijkt me niet gemakkelijk om een vrouw te zijn. Van waar zou dat toch komen, al dat boezemverdriet? Het is mij een raadsel, ik begrijp het niet. Ik ben niet zo gericht op die dingen bovenaan. Ik ben een kontofiel, ik ben geen borstelmaan. Hij is een kontofiel, hij is geen borstelmaan. Soms denk ik hetzelfde als een vrouw, ziek of bloot. Zij vraagt zich af, wat ik denk, een klein of te groot. Ik zeg gewoon, ze zijn schoon, ik ben altijd beleefd. Ach, ik ben al content als ze maar borsten heen. Is de boezem voor een vrouw zoals de penis voor een man? Dat is een goede vraag die men zich stellen kan. Voor beide geldt hetzelfde, dus niks nieuws dat ik verklap. Beter klein en stevig dan te groot en te slap.